mijn video en welkom bij wat Need for Speed Heat. En ja, ik had toevallig afgelopen week een video gemaakt van Need for Speed 2015. En ik had veel vragen gehad of ik weer een keer deze game wilde spelen. Dus bij deze, welkom bij wat Heat. En ik had net gezien dat ik nog zo'n $570,000 op mijn account heb staan. Dus ik denk dat we zo meteen eens even gaan kijken voor misschien een nieuw autootje. Gaan een beetje pimpen en we gaan het races doen. Dus dat is de planning voor vandaag. Maar voordat we gaan starten, eerst nog een woordje van onze sponsor. Deze video is mede mogelijk gemaakt door de Ultra Gear van LG. LG heeft 's werelds eerste 1 milliseconde IPS monitoren. Dat houdt in dat alles wat je doet in 1 milliseconde gebeurt op je scherm. En dat is heel erg belangrijk bij bijvoorbeeld shooters. Want dan heb je dus de snelst mogelijke reactietijd om gunfights te winnen. IPS is het type paneel wat gebruikt wordt. De bekendste zijn IPS en TN. Waarin was TN het enige paneel waarop je 1 milliseconde kon hebben. Alleen het probleem aan TN-panelen is dat de kleuren al heel erg vaag waren. En bij IPS is dat veel beter. Het is dus de perfecte combinatie. Je hebt de kleuren van een IPS-paneel en de snelheid van een TN-paneel. Verder is dit een 2560x1440p monitor. Je hebt dus meer pixels dan de standaard 1920x1080, waardoor je gewoon een scherper beeld krijgt. De monitor is ook voorzien van NVIDIA G-Sync en FreeSync. Dit houdt in dat je scherm samenwerkt met je videokaart om zo screen tearing te voorkomen. Screen tearing is wanneer je dan scheuren in je beeld ziet. En ik kan je vertellen, dat is best wel irritant. De monitor heeft 165 Hz en is overclockable tot 180. Verder heeft de monitor verschillende features, waaronder Black Stabilizer, wat ervoor zorgt dat je zelfs in de donkerste scenario's nog steeds volop detail ziet. En Dynamic Action Sync, wat de input lag vermindert. Verder is hij zowel in hoogte bestelbaar als draaibaar. En is hij ook voorzien van een smalle bezel en een VESA-aansluiting. Een VESA-aansluiting is ervoor zodat je hem kan monteren op een bureau of een wallmount. Aan de achterzijde heb je ook voldoende aansluitingen, waaronder 2 HDMI's, 1 DisplayPort, 2 USB-A's en een USB-B. Voldoende dus om zowel je PlayStation, je Xbox en je PC allemaal tegelijkertijd aan te sluiten. Voor meer informatie over de Ultra Gear, check de link in de beschrijving. Hier gaan we dan. Need for Speed Heat. Dat is alweer even geleden, man. Dat is alweer even geleden dat ik deze game heb gespeeld. En ik weet volgens mij nog wel dat hier ergens een dealership zit, hier rechts van ons. Ik weet niet meer precies welke auto's er allemaal in de game zitten. Ik heb ook geen idee wat ik kan kopen voor dit geld. Maar we gaan eens even kijken. Is dat hier? Wat een raar symbool op de map. 2 handjes. Dat is wel heel raar. Maar dit is de dealership. Ik weet niet of ze open zijn. Dit is nou nacht. All jokes aside. Kan ik überhaupt wel hierheen? In de nacht? Volgens mij niet wel. Dan moet ik weer switchen naar dag. Ik hoop wel dat het nou geen zondag is. Is het zondag? Het is geen zondag. De winkel is open. Nice. $570,000 is een hele hoop geld. Daar kan ik ook wel heel veel dingen verhalen, denk ik. Ik denk dat zo'n GTR wel een goede keuze kan zijn. Het kost niet zoveel. Houden we nog geld over voor de tuning. Want ik heb al een Lambo. En ik zou het een Hurricane kunnen doen. Ik weet vrij zeker dat ik die ook al eentje heb. Dat moet haast wel. En ik zou het liefst die Nismo pakken. Maar die Nismo kan je volgens mij niet aanpassen. Dus we gaan gewoon voor deze. $122,000. Hartstikke idee. Patsboom. En... ja. Het werkt dus gewoon. Ik vind het raar. Waarom heb ik zo weinig auto's? That's my new baby. Customization. Bodywork. En ja, ik ga sowieso voor wat geks. En ik zat te denken aan deze kit, de Virus kit. Je hebt nog Pandem. En dan Liberty Walk. Rocket Bunny. Ik kan ze allemaal even bekijken. Oh, heb je ook nog dit ding? Wait. Volgens mij dacht ik dat die Virus kit... I don't know. Deze is wel heel erg overdreven. Kan ik eigenlijk dingen bekijken voordat ik het aanschaf? Want deze is wel bruut. Maar dit is gewoon echt een complete kit. Gelijk de motorkap, de voorbumper, de fenders. Deze is zo heel lom. We beginnen eerst even met die Virus kit. Ja. Ik vind het een beetje jammer dat ik alles gelijk moet aanschaffen. Want mocht ik dadelijk spijt hebben, dan kan ik het niet meer veranderen. En waarom kan ik hier niet die andere canards doen? Oh, ik moet de voorbumper eens veranderen. Of course! En die kan ik nou allemaal niet bekijken. Dit is de Virus kit. Ik vind die wel nice. Kijk, dit is ook meer die standaard voorbumper van die... Voor die facelift. Met diezelfde... Hoe noemen we dat? Die lampjes onder. Dan kan ik dus alsnog... Die andere canards doen. Deze. Die horen blijkbaar hierbij.
Niet echt een grote fan, maar hey, als we dan doen, dan doen we het allemaal. En het valt me nou op, pas op hoeveel tuning je bij deze games ook weer had. Ik was dat helemaal vergeten. Natuurlijk heb je veel, maar dit is ontzettend veel. Koplampen. Ik vind gele koplampen altijd vet. Maar ik denk dat we misschien vandaag voor zwart gaan. Ik heb alleen nog geen kleur gekozen voor de auto. Ik ben wel blij dat we in ieder geval een hoop geld over hebben voor dit. Want wat ik al zei, ik was gewoon vergeten dat je hier zoveel opties had. Dat is echt insane. En voor welke motorkap gaan we? Het zijn allemaal carbon fibers, dus ik zie niet echt veel. Weet je wat ik doe? Ik heb een kleur in gedachten. Ik heb een kleur in gedachten. Een hele vette kleur. Ik weet niet of ik hem goed kan nabootsen. Gaan we zo meteen proberen. De achterbumper. Oké. Wederom gaan we gewoon weer die complete virus kit. En dit is dus de oude GTR kit. Dit was dan die facelift. Ik weet niet, ik vind de oude gewoon vetter. Hey, misschien ben ik de enige, I don't care. Dit vind ik een beetje... Oh. Ik denk dat ik het ga doen. Gewoon dat we dan de kit compleet maken. Maar hier ben ik niet heel blij mee. Spoiler vind ik altijd lastig met die R35. En dat is omdat je dan gelijk zoiets krijgt. En dit wil ik eigenlijk niet. Alleen de rest lijkt zo klein in verhouding. Kijk, dit is de Varus. Holy shit, dat ding is groot. Dat is echt... Dat ding is zo groot. Dat ding is nog groter dan mijn bureau. Kijk, dan zou je misschien zoiets kunnen pakken wat nog een soort van... klein is? Of deze. Maar deze is een beetje gek. Een UFO. Ik zou het liefst een combinatie zien van deze spoiler en deze. Want dit ding is zo groot. Oh. Waarom is het zo moeilijk? Er zijn best wel weinig spoilers eigenlijk voor een race game. Of in ieder geval voor een game als dit. Waarbij je zoveel verschillende dingen hebt. Maar dan geen spoilers. Oké, nou dat we dit gehad hebben, gaan we de kleur aanpassen. En dit gaat heel erg lastig worden. Ik kan kijken of de community toevallig precies die kleur heeft nagemaakt. Maar ik denk dat die kans best wel klein is. En ik weet ook niet hoe die kleur heet. Het is een hele specifieke kleur. Die je ook wel eens op de R34 zag. Het is een beetje een soort van blauw-grijzig. Blauw-grijs-groen. Holy hell, deze game heeft veel opties. Ik zeg het je, deze game heeft veel tuning. Ik was vergeten hoeveel het was. Er is een YouTuber, volgens mij die Dustin Williams... Die heeft de kleur nagebootst op zijn GTR. Volgens mij heeft hij ook deze kit. Dat is een beetje hoe ik aan het idee kwam. Ik kan nog wat decals doen. Ik was er eigenlijk niet... ik was dat niet van plan. Oh, weet je wat? We zijn het belangrijkste vergeten. Save changes, ja. New save? Ik ben vergeten om de velgen aan te passen. Wat voor velgen staan goed onder deze auto? Oeh... Ik hou van deze velgen. Ik denk qua kleur dat het ook al gaaf is. Damn. Ik ben altijd een grote fan geweest van deze velgen. Altijd. Dit zijn ook mijn velgen die ik zou nemen als ik een R34 zou hebben. Dus ik vind ook de kleurstelling wel nice met de body color. Is gaaf. Voor de rest heb ik volgens mij alles wel een beetje gedaan. We kunnen de stance nog doen wat lager. Hij mag inderdaad wel wat lager. Zoiets. Camber. Ik ben niet zo'n hele grote fan van camber. Dus meer dan dat is ook niet nodig. Exhaust sound. Geloof ik allemaal wel. Air suspension kan je dan nog doen. Is ook niet echt nodig. Ik vind hem prima. Hij is klaar, boys. Hij is klaar. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik wil eigenlijk een nachtrace doen. Maar we gaan eerst even naar buiten. Gaan we even bekijken. Tada! Ik vind het een hele vette tune. Zo, hé. Hell yeah. Ja, ik ben geen fan van die spoiler. Ik zou niet weten wat ik kan doen anders. Ik kan een spoiler delete doen. Dat is een optie. Maar die spoiler, nee. Maar verder rest. Weet je wat ik nou trouwens realiseer? Ik heb helemaal geen performance tuning gedaan. ik moet even terug. Ik was hier traag. Ja, dat is niet zo gek. Ik heb niks gedaan met performance. Ik mis mijn afslag. We zijn weer thuis. En ik kan gelijk even kijken of ik die motorkap nog kan aanpassen. Want die wil ik eigenlijk bodycolor hebben. Ik weet niet of ik dat kan. Ik neem aan van wel. Het zou raar zijn als dat niet kan. Al zou ik niet weten hoe ik dat wel zou moeten doen. Want ze zijn allemaal carbon fiber. There's no way dat dat allemaal
standaard carbon is, toch? Ik denk ook als je die spoiler wegdenkt en dan die carbon fiber fender, als dat niet carbon was, dat die helemaal niet zo overdreven over zou komen. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Het is wat het is. Wij gaan eens even die performance naar boven yeeten. Ik weet alleen niet meer hoe dat werkt. Dit was een beetje een dom systeem met al die gekke kaartjes en zo. Ik heb er echt een pleurishekel aan. Alright boys, we are ready to rumble. We gaan eens even een race doen. Misschien nog een leuke achtervolging met de politie. Zou op zich wel tof zijn. En dit is volgens mij al best wel een lange video. Of in ieder geval, ik zal hem proberen te editen op een leuk tempo. Want ik ben er al bijna 3 kwartier bezig met alleen het tunen van de auto. Dus een kleine insight over deze video's. Ze duren vaak wat langer dan je waarschijnlijk vermoedt. Maar ja, we zijn klaar. Klaar om te gaan. En ik zie gelijk een race recht voor mijn neus. Deze is een sprint. Ultra sharp. Ik ben wel een tikkeltje overleveld. Maar dat is misschien goed om even laag te beginnen. En dan onze zelfvertrouwen op te bouwen. En dan aan het einde... Bam! Gaan we er vol tegenaan. Mochten jullie trouwens meer van dit soort video's willen zien, drop een like, zou ik super tof vinden. Ik moet dat echt meer vragen. Ik weet dat als ik het vraag, dat jullie het doen. En het helpt mijn kanaal gewoon enorm. Dus alsjeblieft, drop een like als je meer video's wil zien. En dan gaan we gelijk deze race winnen. Mochten er nou heel veel likes komen, dan koop ik misschien ooit zelf zo'n GTR. Waarschijnlijk niet. Ik krijg nog steeds zo vaak op stream de vraag of ik een auto heb. En nee, ik heb geen auto. Het is misschien best wel raar, omdat ik heel veel van dit soort video's maak, van race games en zo. En de reden is, er is één ding wat ik nog toffer vind dan auto's, en dat zijn huizen. En ik ben aan het sparen voor een huis. Dus vandaar dat ik geen auto's koop. Maar ik heb wel een rijbewijs, geen auto. Dus there you go. En ik weet niet wie die livery heeft gemaakt. Dat is de Blitz livery, volgens mij. Die is vet. Die is old school. Ik heb die vroeger ook nagemaakt in Midnight Club Los Angeles. Het is wel gaaf om die hier te zien. En waar rij je momenteel tweede? Dat is niet helemaal hoe ik deze race gedacht had eigenlijk. Oh no. Ah, pas op voor water. Wat ook wel gaaf is in deze game is dat het zich afspeelt in Miami. Dat is wel cool. Ik wil al eeuwenlang GTA in Miami. En in ieder geval een andere game die zich afspeelt in Miami. Dat is iets. Maar of ik rij ontzettend slecht. Nou ja, dit is gewoon dat. Ik rij gewoon heel erg slecht. Ik hou ze gewoon niet bij. Ik ga dit ook gewoon knijterhard verliezen. Dit was niet eens een hard difficulty race. What the hell? Ik had verwacht dat ik met 2 vingers in mijn neus zou winnen. En niets is minder waar. Ik ben 3rd. Ik krijg tenminste wel geld als iets. Maar dit was niet hoe ik dit zag gaan. Nou. Misschien moeten we toch weer even gaan oefenen. Ik ben nog steeds geen fan van de driving mechanics. Het is al een stuk beter dan 2015. Ik vind de map van deze game ook een stuk beter. Maar het mist toch iets. Ik weet niet wat het is. Het mist iets wat 2015 wel had. Als iemand weet wat dat is, hoor ik het graag. Want ik kan er mijn vinger niet op leggen. Nostrop! Mabab! Kan ik hem outrunnen? Ik zou hem in principe qua snelheid moeten outrunnen. Al heb ik het idee dat mijn Skyline sowieso wat traag is. Of mijn GTR. Ik heb natuurlijk niet alle beste parts opgegooid. Ik heb al gewoon wat gedaan wat ik nog had liggen. Dus ik neem aan dat dat de reden is. Maar dan nog. Mijn GTR had de 300 niet eens. En als het goed is, hebben ze ook helikopters op een gegeven moment. Dus daar moet ik ook rekening mee houden. Ik kan de politie gewoon niet kwijtraken. What the heck? Heb ik deze game dan echt al die tijd gewoon onterecht belachelijk gemaakt? Is deze game echt zoveel beter dan ik me herinner? Want ik had altijd een beetje een vieze nasmaak van deze game. Ik denk dat het dan toch voornamelijk Payback is geweest. En niet Heat. Ik dacht altijd dat Heat en Payback veel van hetzelfde waren. Maar deze game lijkt mij een stuk beter dan Payback was. Nieuw event. Ik heb een nieuw event. Wat? Er stond een melding van een nieuw event. Ik weet niet precies
Oh. Wat ik me herinner zijn er specifieke events. Oh, repair. Er zijn specifieke events die je alleen kan doen bij een bepaald level. Of bij een bepaald wanted level. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Ja, ik ben nou wanted level 3. Waarschijnlijk kan ik nou dan dat type races starten. Oh, dat ging net goed. Dat zat een greppel. Ah, we raken ze kwijt. Oh, rijden ze letterlijk achter mij. Yay, escape. Dat is een stuk lastiger dan ik had verwacht. Maar ik heb nou dus een race unlocked die ik nou zou kunnen doen. Al weet ik niet waar. Maar ik neem mijn woorden terug. Ik heb deze game altijd veel slechter in mijn geheugen gehad dan dat die eigenlijk is. Onterecht. Maar eens even kijken waar die races die ik nou wilde gaan doen. Zijn dat specifieke... dat zijn deze. Juist. En ik zou in principe dan nog de volgende keer nog een andere auto kunnen kopen. Want ze hebben nog redelijk wat geld over. Wat dat dan mag zijn, weet ik niet. En er is denk ik wel één duidelijk probleem met deze game. Er zijn gewoon heel weinig auto's. Ik bedoel, als je dan Forza bekijkt. Ik heb letterlijk in-game meer dan 700 auto's. Hier heb ik er 26. Natuurlijk heb ik niet alle auto's hier. Dus laten we zeggen dat er 40 zijn. Hier heb je natuurlijk wel veel meer tuning. Dat kan je dan ook weer niet vergelijken, maar... de game moet op zijn minst 250 auto's hebben. Denk ik. Ik denk dat dat wel op zijn plaats is. Voor een race game. En the chase has been started. Ik wil hier wel een... oh, dat is flauw. Ik wil hier wel een podiumplekje pakken. En die bus die stopt echt midden op de weg. Ah! Nee! Oh, please zeg dat ik door mag rijden. Please zeg dat ik door... dank u. Hij duwde mij bij die checkpoint weg. Dat was flauw geweest als ik daar die checkpoint had gemist zo. En daar rijdt een Ferrari mee. Dat is wel gaaf. Ik heb wel echt moeite om te sturen met dit ding. De auto stuurt niet en ik rijd zesde. Is wel een lange baan, dus... genoeg kans. Voor een comeback, maar ik ben echt slecht in deze game. Dan heb je de politie. Kan de politie hier niet even lastig vallen, plat van mij? Oh mijn god. Serieus? Dude. Er zijn er meerdere, hè? Ik ben niet de enige. Ja, ik aim nog steeds voor die top 3. De eerste plaats die mogen ze hebben. Ik ben in principe al retired, oké? Okay? Ik ben met pensioen. Ik doe dit nog puur voor de hobby. Het was al een beetje flauw dat het allemaal ging. Al die auto's die crashen. Dan heb je ook nog de politie die mij dan gaat lastigvallen. Je kan niet zeggen dat ik geluk heb gehad hier. En we zijn wel weer flink aan het terugkomen. Ik heb alleen geen NOS meer. Kan ik jou draften? Nope. Ik weet niet of dat überhaupt in de game zit. Oh boy. Oh boy. Kijk dan jongen, echt een mokerharde comeback hier. Ah shit, weer naar links. Wait, wat zijn rijden allemaal hier? Zelfs de nummer 1 en 2. Oké, what the fuck? Ik dacht dat die echt super ver aanreden. Dus dit betekent dat we hier alsnog kunnen winnen. Als ik het nou niet verpro... ja, jongen, come on. Jullie nemen die bom. Ik denk, ik volg netjes de weg. Iedereen snijdt gewoon letterlijk 80 kilometer af. Ik rijd weer even tweede of derde en ik rijd weer zesde. Allemaal binnen een paar seconden. En dan alsnog verliezen. Nee! Oké, dit is... Ik ben laatste. Ik ben zevende. Eén en laatste. Dat is pijnlijk. Dit was een rollercoaster. Ik had letterlijk kunnen winnen. Als ik daar die bocht niet zo wijd had genomen. Ik zag te laat dat we naar rechts moesten. En zij sneden allemaal af. En hij fucked up. Ik had letterlijk kunnen winnen. Dat was zo'n lochte comeback. Auw! Dat was zo'n lochte comeback geweest.
So close, yet so far. Ik heb... Nee, ik kon die repair nog bewaren. Ik heb tot nu toe nog niks kunnen winnen. Dus het enige wat we nou nog kunnen winnen... is deze achtervolging van de politie. Laten we dat maar eens eventjes waarmaken. Dit is ook veel belangrijker. Dat we in ieder geval levend thuis komen. Dat was naar. Get up the road. Dat was best wel nice. Oh mijn god. Oké, ik ga eraan. Mijn auto is bijna tot los. Die agenten zijn helemaal knetha. Ik sta er momenteel wel heel slecht voor, heb ik het idee. Dit is nou... Oh, Rhino incoming. Linksaf. Ah! Ik weet niet waar ik heen moet. Is dat een spike strip voor mij? Yep. Waar moet ik heen? Oh. Weet je wat ik moet doen? Ik moet heel snel naar een pompstation. Is er eentje? Wacht, is er eentje op de map? Er is er daarheen. Daar moet ik heel snel heen. Pull over! Ze hebben mijn auto bijna totaal losgereden. En er komt weer een Rhino aan. I'm dead. Oh mijn god. No! No! Monica! Ik ga offroaden. Ik moet heel snel naar die... naar dat pompstation, zodat ik mijn auto kan repareren. Zo, dat is mijn laatste repair. En ik krijg gelijk vol tegen een ding aan. Hoe kan ik überhaupt de politie kwijtraken? Vooral nadat ze een helikopter hebben. Ik zie dat nou niet echt goed gaan. Oh, ze gaan er vandoor. Misschien moeten ze tanken. Oké, weet je wel, recht vooruit. Dat is misschien de beste optie. Gewoon... Oh, dit is de strat. Oké, dit is niet de strat. Snel naar rechts. Dit heeft helemaal geen zin. Rhino incoming. Snel naar links. Oh god. Holy moly, zag je dat? Hij had die andere auto uitgeschakeld. Dat scheelde zo weinig. Oké, ik moet hun uitschakelen. Die rechter is bijna kapot, die linker niet. Oh, ik ben bijna kapot. Ja, dit is gewoon niet te doen. No. Oké, wel. It's over. It is over. Ik heb geen repairs meer. Ik dacht dat ik die Rhino net zou missen. Nou, net niet. Er is letterlijk niks wat ik hier kan doen. Killswitch. Weer een Rhino. Oh, ze hebben de... Ah! Ze hebben een auto! No! Rijden. Jezus, ze hadden mijn auto ge-EMP'd. Met een gekke killswitch. I'm so dead. Boys. Wie wil mijn bail betalen? Want I'm getting locked up. Er is geen andere uitweg. I'm so dead. I'm dead. Wat een achtervolging, jongen. Yikes. We hebben één geluk. Als het goed is, is mijn auto niet in beslag genomen. Dat is een troost. Maar ja, ik denk dat dit dan gelijk een einde is voor de video. Ik zit voorlopig wel even vast. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze nieuwe video van Need for Speed Heat. Game is een stuk beter dan dat ik me herinnerde. Dus dat is nice. Mocht je meer willen zien, drop een like hier. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hoop ik tot al snel. Houdoe!